SBCA, Annabelle Markets, and MSBJ Markets. We zijn begonnen met Felicia Emanuelson van de Slabbers, Anne Gibbels, Noah Olof, Danny Veldhuis, Selene Lambo, Zoe van der Aert en Suzanne Vos. Veldhuis ruim aan leiding voor PSV, tweede positie daar voor Oldenhoff, baan nummer 4 en Anne Gibbels in baan nummer 3, zet op de derde positie, baan 6 en 7, positie 4 en 1 en 2, positie 5 en 6, 6 en 7 moet ik zeggen. En zo gaan we naar de eerste wissel, dus Randy Veldhuis die PSV op een ruime voorsprong brengt en als eerste aanleg naar 2, 0, 2, 3 en 60. Nu de 3, dan baan 7, ZPCH 4, Kempel, Pasterdijk voor Hieronymus. En de volgende 8 zwemsters, Frederik Stuyt, Evi Ulijn, Zilvervoets, Richter Land voor Meijer, Manon Aarsens, Eva van Jenneken, Mani de Jong en Simone Lachverlicht. Leiders van de VUT en Amersfoort worden verzocht te melden bij het jury-secretariaat. Toekleiders de VUT en Amersfoort willen zich melden bij het jury-secretariaat. PSV blijft dus ruim aan de leiding, maar daarachter komen de dames van Duren en Dubbelfijn dichter bij elkaar. Dan liggen Silke Voets en Mirte Landvoetmeijer. Dubbelfijn nog wel de voorsprong, maar Voets komt daar wat dichter bij. Afstanden worden kleiner. De tijd van Hieronymus. En
dan zijn er voor mij in de banen 1 en 2, posities 6 en 7, dicht bij elkaar nog steeds de teams van Olympia en Arethusa. Volgende 8 zwemsters, die hebben het water, Natasja Gillian, Marlijn Hendriksen, Merel Vaf, Tamara Kolven, Sam van Uden, Niek de Jong, Marlon Dijkstra en Jet Kleine. Dat zijn de zwemsters te water nu in de derde aflossing, de derde club zwemsters, deze 400 meter vrije slag. De afstand tussen de Dolfijn en Nune is in één keer heel erg groot geworden. En dan zien we dat ZPCH weer dicht bij Nune komt. En dan wordt dus gestreden op de derde positie. De Dolfijn dus in midden de tweede positie, PC in eerste positie. En dan zien we net achter ZPCH Hieronymus liggen in de vijfde positie. En zo gaan we deze race vervolgen. ZPCH dus in de weer op positie nummer 3 in dit veld. Merel Vaf en Marlon Dijkstra, zij liggen nu zo'n beetje naast elkaar. Dan naar de volgende bussen gaan en zien dat de Dolfijn en de PSV wat dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Sam van Nuenen en Tamara Kolven, die goede zaak gedaan heeft voor de Dolfijn. Zij hebben gewisseld, ZPCH is nu in derde positie, Nuenen in vierde positie en Hieronymus in vijfde positie. Zo naar de wissel, de laatste wissel, de laatste 200 meter. We zien in baan nummer 2 Arethusa in positie nummer 6 en Olympia in 7. Zij blijven daar wat zuivertje wisselen, maar de volgende 8 dames gaan het uitmaken. Robin van Alphen, Sanne Nijhoff, Van Verspeuren, Kenit Snel, Soraya Wassen, Natja Wortel, Kelly Jong en Anouk van den Kruk. PSV dus nog aan de leiding, de Dolfijn 2, de ZPCH 3. Maar nu laat ZPCH niet heel ver weglopen, dus daar ook nog strijd op die derde plaats. Hier in de banen 3 en 7. Op dus naar de finale van deze afstand, daar in baan nummer 2 heeft Arethusa weer de positie nummer 6 overgenomen. En zo gaan we de laatste 100 meter zwemmen. PSV is dus deze ruim aan de leiding. Bosman is heel kort geweest, maar de Dolfijn komt nu op dit moment niet heel veel dichterbij. Kevin Stel en Soraya Wassen zwemmen voor de Dolfijn en PSV op naar de laatste meters. We gaan dadelijk markeren. We gaan daar aantikken met deze dames. We zijn zover, we hebben er 4x200 gehad. Ik zal daarnaast verkeerde wat verkeerd. PSV is nog 50 meter te gaan op deze 4x200 meter vrije slag. Dit is wel het laatste keerpunt voor Soraya Wasser. We gaan op de ontwikkeling van deze serie. De tweede tijd is voor de Dolfijn. De derde tijd is nu weer voor Kuhn. Kuhn is voor ZPCH in deze serie. PSV, tikkie daar als eerste 8:31.67. De tweede tijd is voor de Dolfijn. Kuhn is nu in derde positie weer. Bijna lengte voorsprong op de dames in baan nummer 7, ZPCH. Al wordt daar op de baan 7 weer in de sprint. Wordt het Kuhn of wordt het ZPCH aan het einde van deze serie? En is Kuhn 8:49.00 en 8 honderdste later is het Kelly de Jong voor ZPCH 8:49.08. Anouk van der Kruk op de laatste 50 meter. We zien dat Arethusa de laatste 200 meter hele goede zaak gedaan heeft. Opgestoken naar de vijfde positie van 6-7 naar 6 naar 5. Zevende plek voor Olympia. Zesde plek is er voor Hieronymus. En Anouk van der Kruk op de 8e plaats. We kijken of deze race goed is naar de officiële uitslag. Die komt nu in beeld. Ja,
is helemaal in orde. Dus deze acht dames, deze acht teams hebben deze tijd gezongen. En dan gaan we door met serie 2. En daar zien we op baan 1 HZP.